Ja, ik zie jullie allemaal kijken: van... Hey, Vincent, is nou een pet op? Nee, ik heb geen pet op. Doe even normaal. Als er iemand geen pet te dragen is, dan ben ik het wel. Uh, ik vind eigenlijk ook als je ouder bent dan 15 en je hebt nog een pet op, ja, waar de fuck ben ik mee bezig. Tenzij het natuurlijk uh, lekker weer is of zo. Dat je dan uh, bij jezelf denkt: Zet een petje op tegen de zon. Uh, maar dat, in principe kan je dan ook gewoon een hoed opzetten als man zijnde. Uh, dan vind ik je minder. Uh, ja, weet je, ik, ik, kan, ik kan mensen met een pet niet echt van mij serieus nemen of zo. En dat spijt me heel erg. Dat is iets, dat is iets in mij. Uh, uh, ik weet niet wat er vroeger. Ik denk dat het een kindstuk is of zo. Onverwerkt trauma. Misschien ben ik ooit wel in mijn kont verkracht door een man met een pet. Uh, al denk ik, me dat wel herinnerd heb hebben. Althans, een man met een pet. Door een, door, door een puber met een pet. Um, ja, ik weet nooit zo goed wat ik met mensen met petten aan moet. Weet je wel. En dan denk ik, ja, waarom heb je een pet op? Denk ik, ja, wat moet je, wat, 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 waarom, wa, um, laat ik zo zeggen, w, dus dan sta je, maar, maar uh, daar is over nagedacht, weet je wel, dat jij een pet op doet. Um, dat je dan voor de spiegel staat en bij jezelf denkt, nou, ik doe een leuke pet op vanavond. Uh, althans, vanavond, dan ben je helemaal mongool als je op stap gaat met een pet op, uh, denk ik. Uh, althans, ja, wie ben ik, hè? Uh, Ik ben ook maar gewoon de uh, messenger en don't shoot the messenger. Uh, maar ja, zoals ik al zei, ik heb ik vroeger ook wel eens een pet gedragen. Toen ik tien ik was of zo, dacht ik misschien leuk om een pet op te doen. Nee, ik nog ouder zelfs, maar dat zag er echt niet uit. Ik had een, laat maar zeggen, een soort van een, 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 een staartachtig idee. Maar bij mij werkte het niet. Ik wilde, in mijn tijd had je dan Jean-Claude Van Damme en, en Steven Seagal. Uh, en die vonden we altijd heel erg tof, want die gingen dan vechten en karate doen en zo weet ik veel wat allemaal. Maar die, die, die Steven Seagal, die had zo'n hele... Die had dan... Oh, kijk, ik ben, ik ben gisteren gesneuveld. Zie je dat? Moet je even kijken. Daarom heb ik die pet natuurlijk niet op vandaag. Dat je dat, uh, dat, je dat niet ziet. Huh? Maar goed. Uh, maar Steven Seagal had echt uh, dat hele strakke, en achtergekande haar. Alsof je dan met teer die shit op je hoofd plakt en dan zo staart. Uh, nee, de, het zag gewoon cool uit. Dat is gewoon tof. Uh, en dat wilde ik ook. Maar ik heb, laten zeggen, haar. Wat niet, naar, wat niet plat wil, laat zeggen. Dat, is, dat gaat omhoog staan. Uh, dus ik leek wel een soort van. Dus dan, dan ging ik liters gel erin gooien. Maar dat wilde niet. Dat werkte voor geen meter. Dus dat stond dan een soort van. Als een soort Elvis Presley-achtige koep. Zat er dan zo hier over mijn hoofd heen. En dan hier zo een, een soort donstaart. Nou, fucking kansloos. Uh, maar toen had ik een tussenfase. Want je hebt, laat maar zeggen, als je haar laat groeien... heb je tussenfases. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dus laat maar zeggen, als er dan... Uh, een tussenfase is, laat maar zeggen... Uh, een, uh, wanneer je dan uh, een, een kabinet hebt. Wat dan... Uh, uh, als er al nieuwe verkiezingen zijn geweest... en we hebben met, alle, met z'n allen op onze grote helden gestemd. Uh, 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 en, 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 dus er is al een nieuw kabinet gekozen. Maar het andere kabinet zit er nog om de shit dan even te regelen, zoals ze dat zo goed voor ons doen. Uh, oh, wat zijn we toch dankbaar dat die mensen dat voor ons doen. Uh, stelletje getijsem uh, er, van de ergste soort, tuig van de rigel, uh, noemen we het ook wel eens. Maar goed, uh, mijn stem krijg je in ieder geval niet. Uh, je kan de vettering genieten en je kan me aarshol likken, uh, maar dat even terzijde. <laughs> Vinzels, wat lul je weer lang? Uh, maar goed, ik, ik zag er dus niet uit. Uh, nu wel trouwens. Ik ben nog eens lekker. En tof, uh, maar to, toen dacht ik, nou weet je wat, dan zet ik een pet op mijn hoofd. Deze is trouwens, uh, ik zal even, want dan valt het vast niet op dat ik er niet uitzie. Nou ja, het is een beetje hetzelfde idee uh, uh, als je dan laat maar zeggen, uh, uh, bij jezelf denkt, nou weet je wat... Ik, ik ga fillers nemen, of botox, of ik ga mijn tieten laten doen. Of, of als vent, weet je wel, dat je dan uh, tietimplantaten neemt. Of van. Of uh, die, die heb je ook. Of, of dat je even dit. Of dat. Ik ga trouwens. Oh, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Ik ga binnenkort ga ik naar de dokter, naar de arts-chirurg. Ik ga naar de chirurg. Uh, ik ga even wat aan mijn wallen laten doen. Zie je dan Want ik denk dat uh, qua, uh, de, de, het Gerard-Joling-gehalte bij mij nog niet helemaal uh, wat het zijn moet. Dus ik ga dit een beetje recht laten trekken. En uh, ja, dat doe ik niet omdat ik het... Uh, ik zit nou dus naar mezelf te kijken... terwijl ik gewoon hier met jullie moet praten. Uh, dat doe ik niet uh, voor mezelf. Dat doe ik omdat de wereld om mij heen uh, de hele tijd zegt... van, nou, ah, kijk hem dan met z'n wallen. En dan denk ik bij mezelf, Tering is man... ik heb die dingen al sinds uh, mens Het is, dus, laat maar zeggen, een familiekwaal... Bij ons, althans familiekwaal. I iedereen uh, heeft, uh, mijn familie, die heeft dat. En dat moet mijn hele familie lekker weten. Wat er nog van over is. Eigenlijk is er niks van over. Ben ik alleen op de wereld. Uh, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Um, iedereen had dat bij mij in de familie. En uh, ja, of we, we partyden echt veel te hard. Of we hadden er gewoon scheid aan. Maar Vincent, uh, beloof ik, uh, ga ik er wat aan laten doen. Uh, voor jullie. Want ja, ik sta, ik sta nu toch... Op YouTube en zo. En volgend jaar ga ik weer een show doen. Dus dan is het toch wel leuk dat jullie hier niet naar hoeven te kijken. En dan denk je, wat ziet Vincent er goed uit? En misschien doe ik dan wel een pet op. Maar goed. Nee. Waar was ik gebleven? Oh ja, dat is, laat maar zeggen, hetzelfde als mensen dan, laat maar zeggen, dit soort dingen doen. Dat ze dan uh, uh, het, het hele zoiets strak laten trekken. Of, of botox of fillers. Uh, maar daar, daar haal je het probleem natuurlijk niet mee weg. Dan, dan ben je een soort onzekere teringkneus in een, in, in een Barbie-poppenhoofd. Uh, ja, het slaat helemaal nergens op. Plus, ja, ik hou van puur natuur. Ik heb, ik heb nog nooit een wijf gezien die er lekkerder uit is gaan zien. nadat ze de lippen heeft verkracht. Ja, het is ook heel raar als je dan je, je lul in zo'n bek stopt. Dat je denkt van, ben ik nou een eend aan neuken in de bek? Kwak kwak. Maar goed, dat terzijde. Um, waar had ik het nou ook weer over? Oh ja, dus ik zou nooit een pet op doen Weet je? Want het slaat gewoon ergens op. En het ziet er ook niet uit. Zinses uh, dus met een pet moet je gewoon niet doen. Moet je gewoon niet willen. Uh, dus ja, wat dat dan gaat. Uh, het is weer maandag. De week is weer voorbij. Voor mij althans. Althans, uh, nou laat ik het zo zeggen. Uh, ik ben druk bezig met mijn show voor volgend jaar. Uh, althans, hij is al af. Ja, maar ik moet nu nog. Uh, want theaters. mensen in theaters werken is ongelooflijk. Dat is echt niet. Ik ben, kom zelf. Ik ben een horekaman natuurlijk. En uh, ik ben gewend van. Uh, je, uh, als er iets aan de hand is, gelijk aanpakken. Gelijk regelen. Maar de mensen in theater die zijn een uh, soort van een tegenovergestelde. van joh. We zien wel allemaal wat er geregeld moet worden. En we kijken wel wat er op het podium gaat staan. Dat is een beetje dus waar, ik dan, uh, de, waar ik dan tegenaan loop. En dat is fucking uh, frustrerend. Maar goed, kennelijk wil het universum mij wat leren van jou. Uh, Mañana is, is er ook weer een dag. Maar goed, dus je moet je hele tijd uh, de mensen. Het lijkt godverdomme wel alsof ik in mijn zaak uh, de mensen uh, aan het, uh, achter de broek aan zitten ben: van jongens, doe alsjeblieft geen pet op tijdens werk. Want dan denken de mensen dat je een of andere kankerknuis bent. <laughs> Sorry trouwens, als jij graag een pet op je hoofd hebt. Maar doe maar gewoon niet. Weet je, uh, ik bedoel, hoe oud ben je? Vier. Uh, dat gezegd hebbende. Uh, meiden, meisjes met een pet, vrouwen met een pet. Ja, die vind ik dan wel leuk. Maar eigenlijk, uh, ja, kan je bij mij niks misdoen. als je een leuk, leuke vrouw bent. Uh, want ja, ik heb een lul. Dus ja, ik denk ook daarmee. Weet je, soms zet ik maar daar. daar die, die doe ik dan wel eens. Dat ik dan, laat maar zeggen, mijn lul echt tering hard maak. En dan een petje erop zet. Dan is het net alsof een van de Kenkerkneus met een pet. Uh, hallo tegen je. zegt... Hallo, vissen. Hallo, kankerkneus. Zeg ik nou, en dan is het net Jan Klaassen en Katrijn. En dan ga ik poppenkast spelen. Ik heb hier ook een poppenkast in de kamer staan. Dat heb je misschien nooit gezien. Nou, dan gooi ik. Maar goed, Jan Klaassen. <coughs> Maakt niet uit. Um, ik weet al echt. Ik ben helemaal vergeten waar ik überhaupt voor belde. Uh, maar ik weet in ieder geval wat ik wel ga doen vandaag. En dat is niet wat ik niet uh, ga doen. Uh, dus denk daar maar eens even over na. Ja, en dan rest mij niks anders dan een hele fijne hallo allemaal te zeggen. Hallo. Oh nee, ik weet het weer, want dit is wel heel belangrijk. Uh, uh, om dan toch nog even mee te nemen uh, en bij jezelf te raden te gaan. Welke overweging ligt er aan ten grondslag dat ik dit nu op mijn hoofd ga zetten? He, en voordat je dat dan doet, denk daar dan over na. En denk aan dit filmpje. En hoe, aan hoeveel mensen dit filmpje dan uh, hebben gezien en te zien gaan krijgen. Dus ja, op een gegeven moment loopt er hier niemand meer met een pet op. En zie dan nog maar. Dan, dan vind ik je stoere gozer. Dat je dan nog een pet. Dan, dan heb ik respect voor jou. Om dan als toch nog een pet te dragen. na nou, alles wat hier. Dus uh, over de nou, alles wat hier gezegd is, dat jij godverdomme gewoon denkt, fuck jou Vincent, want mijn hoofd ziet er beter uit met een pet. Al betwijfel ik dat ten zeerste, ik, ik heb dik, dikke, dikke respect daar voor jou. Nou, hele fijne hallo allemaal en een hele fijne hallo.